We staan hier op de boerderij van de familie Van Eyck aan de Oost-Vlisterdijk in Vlist, aan het randje van de Krimpende Waard. En we willen graag eens volgen wat nou eigenlijk er komt kijken om een kaas te presenteren voor een kaaskeuring die in dit geval in Hoornaar gaat plaatsvinden. En we hebben hier bij me Adrie Van Eyck, hij is de boer, zo gezegd. En hij staat in het hele proces. We hebben net gezien dat we aan het melken geweest zijn in de kuil. Adrie, goeiedag, welkom. De melk die jullie produceren, is dat, hoeveel is dat? En wordt dat allemaal benut voor de kaasmakerij? Ja, wij melken 60 koeien. En dan doen we alle melk verwerken tot kaas. Ja, ja. En die kaas, hoe is dat begonnen hier? Ik bedoel, er moet ergens een beginpunt geweest zijn van we besluiten om kaas te gaan maken. Hoe is dat in dit geval gegaan? In dit geval heb ik het kaas maken overgenomen van mijn moeder. Mijn moeder maakte vroeger altijd al kaas. En toen we het bedrijf overgenomen hebben, hebben we eigenlijk besloten om ook kaas te blijven maken, omdat het gewoon een heel mooi vak is. Ja. Een stukje economie zit er ook bij. De netto opbrengst, zullen we zeggen, per liter melk. Is dat beter? Of ja, dat moet haast wel, hè? Want bedoel, je moet het niet voor niks gaan doen. Ja, kaas maken zit wel heel veel arbeid in, maar het brengt toch meer op als de melk die gewoon naar de fabriek gaat. Maar het belangrijkste vind ik ook, wij hebben ook een eigen winkel, dat je dan ziet waar je product heen gaat. Dat het rechtstreeks naar de consument gaat. Dus het contact met de consument vind ik wel heel belangrijk. Ja. Nou staan we hier bij de grote ton waar alle melk in zit. Hoe groot is die ton wel niet? Deze bak is 2600 liter. En wij doen dan eigenlijk van 2 dagen kaas maken. Dus maar 4 dagen in de week wordt hier kaas gemaakt. Nou ja. En de kazen, die worden dus gecreëerd. Die worden dus, die ontstaan hier. En wat gebeurt er dan voor de rest mee? Ik bedoel, hoeveel kaas wordt er dan zo al gemaakt? Wij maken ongeveer 50.000 kilo kaas in een jaar. En een gedeelte daarvan gaat rechtstreeks uit de winkel. En ook groot gedeelte gaat naar een groothandel, wat allemaal naar speciaalzaken gaat. Kaas, dat is natuurlijk, ja, we hebben fabriekskaas, we hebben boerenkaas. In dit geval is het natuurlijk boerenkaas, dat mag duidelijk zijn. Maar men zegt dat elke boerderij zo zijn eigen smaak heeft. Heb je daar een uitleg van? Hoe verklaar je dat? Ja, er worden meer gevraagd. Dat komt denk ik omdat iedereen heeft een beetje al zijn eigen smaak van de melk. En dan ook nog zijn eigen bereiding. Dus die combinatie, de voeding van de koeien, eigen bereiding, dat maakt toch dat iedereen zijn eigen smaak heeft. Ja. Oké, de kaas, want we gaan even die kaas volgen die in Hoornaar dus gekeurd gaat worden. In welke categorie wordt er deelgenomen aan de keuring? Wij doen in Hoornaar alleen met belegen kaas mee. Dus dat is een kaas van 6 maanden oud. En is dat alle kaas die jullie op die leeftijd afzetten of ligt dat anders? Hier in de winkel gaat het van jong tot 3 jaar oud. Bij de groothandel gaat onze kaas eigenlijk allemaal weg op 6 maanden tot 1 jaar. Dus, ja. Goed, nou, de kaas, het is altijd een lot uit de loterij. Hè? Ik bedoel, want je kan aan de binnenkant niet zien wat er in die kaas zit. Hè? Als je een kaas laat keuren, dan moet je maar afwachten hoe die uitpakt, hè? Ja, dat is altijd toch wel weer een verrassing. Dat is ook met kaas doorsnijden. We hebben wel eens meegemaakt, was een kaas doorgesneden en toen was de verdeling van de gaatjes niet helemaal optimaal. En toen sneden we hem hier in de winkel nog een keer door en toen waren de gaatjes heel anders. Dus in een kaas zelf kan er heel veel verschil zitten. Ja, ja. We gaan kijken hoe het is met de kaas in de keuring. Ja, is goed.
kijken. We zijn inderdaad een keer met 10 keurmeesters. Dus dat is volgens mij een unicum. Normaal is meestal 4 panels het maximum. Nu zijn we met z'n 5. Ik denk ook dat het nodig is. Want elk panel moet inderdaad tussen de 20 en 25 kazen beoordelen. Even kijken wat ik daar... En we gaan... Het is promotionele keuring. Dus ik stel voor dat we de kazen goed beoordelen. Maar dat we niet op alle slakken zout gaan leggen. Dus dat we een positief element geven aan de keuring. Dus, Ja, dus eigenlijk wil je met name beoordeeld hebben op consistentie, ja, op geur en smaak. Ik heb zelf het idee dat toen ik hem gemaakt dat ik denk, nou, die wordt zo taai is heel hard, maar... Ja, ik ben benieuwd hoe die wordt. We zullen het zien. En hij is van juli, zei je? Ja, eind juni, begin juli, denk ik, of zoiets, ja. Oh, nou, vind je het goed dat ik hem hier boor? Of heb je liever op een ander? Kijk, dit is natuurlijk de mooiste plek. Als je een beetje aan de kant hebt, morgen snijden we hem door. Kan ik hem op de boor doorsnijden? Ja. Oh, ik zeggen, als ik hem gewoon hier echt in het midden doe, dan kun je altijd eens kijken hoe je hem er langs snijdt. Zullen we dat doen? Ja, kun je op de boor doorsnijden. Ja, dat is een beetje... Moet ik het doen? Ja, nou, ik sta wel een beetje raar zo, ja. Je krukje. Nou, wat ik zeg, jij bent langer, wil jij even, want het is inderdaad een rare... Kun je dat niet meer zien? Ik kan het mooi niet meer zien. Dat viel mij ook gelijk op. Echt een andere geld helpen. Niet te weinig. Ik had het idee dat ze het taal was heel lang. Ja, moet eerst proeven. Een nestje in. Nee, is echt helemaal niet taai. Nee, dat al niet. Mooie consistentie. Nee, is een hele mooie consistentie. Volgens mij, als we deze zouden beoordelen, is het consistentie is goed. En hij kan gewoon nog een tijdje liggen. In het bruisend hart, dat is het hart van de Alblasser Waard, heb ik me net laten vertellen. Daar staan we hier en we zijn getuigen van de kaaskeuring. Die dus in deze jaargang 2017 voor de, nou ik weet niet precies, maar ik heb hier iemand naast me staan. Kees Slob, en die kan me daar precies vertellen. Kees, hartelijk welkom in de uitzending. Voor de hoeveelste keer is de kaaskeuring? De kaaskeuring is voor de 105 keer gedaan, nu. En hoe gaat zoiets in zijn werk? Ik bedoel, ja, het is een heel netwerk. Hoeveel deelnemers bijvoorbeeld? We hebben meer als, ik geloof dat we tegen de 50 deelnemers hebben. En we hebben 128 kazen, als ik het goed weet. Komen uit de Krimpende Waard, komen er gedeelte. Alberswaard, 5 Verenlanden, Bommelerwaard. En een klein stukje, ja, Bommelerwaard. En dan hebben we ook nog wat geitenkaarsen, ook nog zelfs uit de kop van Noord-Holland, dat komt. Schapenkaars, echte specialiteit. Het is wel een bijzondere keuring, dat je toch zilverkaars hebt om te keuren. Ja, dit gebeuren, je zegt het al, Noord-Holland, zelfs uit daar vandaan komen ze hier helemaal heen voor de kaaskeuring. Als die kaaskeuring achter de rug is, want we staan hier in een keurige, gezellige zaal, we staan het geheel wordt geïntegreerd in de Boerenlandag, hè? En die is dan een paar kilometer verderop. Morgen hebben we dan de tentoonstelling, eigenlijk de Fokvierdag, eigenlijk het boerenlandfeest gebeuren. Zowel voor consumenten als voor de boeren eigenlijk. We betrekken de sector, trekken de consumenten ook eigenlijk helemaal bij. Er is van alles te zien op het, voor de consumenten eigenlijk. We hebben de kaas eigenlijk, streektenten, streekproducten is er te zien. Een warenmarkt, ponies, konijnen. Cavia's, ja, allerlei. En dan de koeien, waar het eigenlijk, de koeien is eigenlijk de hoofdmoot.
Maar we zeggen jongens als sector, we willen ook de consument erbij betrekken en deze activiteiten doen. En daarom dan dat wij ook als kaasdagcommissie proberen om zoveel mogelijk kaas georganiseerd te krijgen om tentoon te stellen. De kaaskeuring Hoornaar, dat is een gelegenheid van allerlei soorten kaas. En we staan hier bij een van de tafels waar gekeurd wordt. En we hebben hier te maken met Gea van der Peil. Gea, je bent de coördinator van dit hele gebeuren. Nou, ik mag inderdaad de keurmeesters begeleiden naar een goed eindresultaat. En zelf mag ik ook keuren. Hoe word je eigenlijk keurmeester? Nou, de mensen die hier allemaal keurmeester zijn, we zijn met 10 in totaal, zijn allemaal mensen die werkzaam zijn in de kaassector. En daarnaast eten ze, ja, in hun werk vaak proeven ze veel kaas. En op een gegeven moment vinden ze het leuk om kaas te beoordelen. Dan krijgen ze een korte opleiding en dan mogen ze mee gaan lopen en daarna ook daadwerkelijk keurmeester zijn. We hebben in deze gelegenheid hebben we hier eerst de zogenaamde technische keuring gehad. Dat is om af te stemmen waar we op gaan letten, waar jullie dan op gaan letten. En dat is om dus een gelijkvormige gelijksoort te krijgen. Want ja, het is net, ja, ik vergelijk het allemaal met voetballen. De ene scheidsrechter is niet de andere. Het is een jury. Ja. Het is, maar uiteindelijk is het zo dat we, wat we in, het is sowieso een technische keuring die we met elkaar doen. Dat wil zeggen dat we de kaas beoordelen op, nou ja, op hoe die zou moeten zijn en of er mogelijk wat afwijkingen in zitten. En we keuren inderdaad eerst met elkaar voor, omdat we graag even af willen stemmen hoe we kaas beoordelen. Ja. Heeft u wel een indruk van de kwaliteit, van het niveau? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat wij heel druk hier zijn met de geitenkaas. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat er achter me gebeurt. Maar mijn ervaring van de afgelopen jaren is dat in Hoornaar altijd wel goede kazen liggen. Dus ik verwacht er weer veel van. Ik hou u verder niet op met uw bezigheid om het kaas te keuren. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ik kan zien, het kost meer kracht als iedereen denkt. Mooie ogen. Het is een kaas met hele mooie ogen. Samen vast. Dit weegt nou maar 50 kilo, zeggen ze. Naast mij staat de directeur van de Rabobank, van deze streek. Ja. Want we hebben heel veel Rabobanken in Nederland. Klopt. En die is belast geweest vandaag met het doorsnijden van de kaas, maar dan ook gelijk de opening van het kaas, speciale kaasmaand, ja. Hè? Ja. Oktober. Ja. Wat voor gevoel heb je nou bij als je nou zo'n kaas doorsnijdt? Waar denk je dan aan? Nou, enerzijds aan het prachtige event, hè, want kaas dat is één onderdeel van het geheel. Maar ik ben gewoon trots dat wij zo'n heel event als hoofdsponsor mogen sponsoren. En als ik het enthousiasme zie en de bezoekers en de trots van de mensen die de kaas gemaakt hebben, ja, daar word ik zelf ook trots op. In zijn algemeenheid, de agrarische sector in de streek, die zit weer in de lift. Ja, dat klopt. Melkprijzen zijn goed en men denkt weer aan investeren. En ja, dat is mooi om te zien. En ik denk dat de sector ook niet kapot te krijgen is. Die is zo sterk en er zijn toch vaak wat golfbewegingen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. En we moeten het met elkaar doen. Standsverenigingen, banken en de ondernemers met name natuurlijk. En er zit zoveel ondernemerskracht in deze streek dat ik daar heel veel vertrouwen in heb. Goed, dank u wel. Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal in hun eigen dierentaal.
Naast me staat Johan de Groot. Hij is de voorzitter van de Fokveedag, CQ Boerenlanddag hier in Noorderloos. En ja, we hebben toch wel een paar vragen voor hem, want het is nogal een organisatie. Het is inderdaad een hele organisatie waarvan de kaas een onderdeel is. Maar in totaliteit hebben we eigenlijk van alles. We hebben de warenmarkt, we hebben de koeienkeuring, de geitenkeuring, de kippen en de konijnen en zelfs een landbouwbeurs. Dus eigenlijk voor iedereen wat wils. Ja. Dus breed uit. En hoeveel mensen bij benadering zijn er betrokken bij de organisatie? Nou, bij de organisatie op zich, we hebben ongeveer 70 vrijwilligers. En we hebben natuurlijk automatisch ook het bestuur met een man of 10, 12 die het echte werk organiseren, laat ik het zo zeggen. Maar ja, zonder onze vrijwilligers is dit niet mogelijk. Dat kan ik me heel goed voorstellen. De voorbereidingen zo. Ik kan me zo voorstellen dat als hij nu dus afgelopen is, dadelijk, dan wordt er natuurlijk alles opgeruimd. Maar ik denk al dat dan de voorbereidingen voor de volgende al weer lopen. Hè? Wij vergaderen elke maand vanaf nu. Vergaderen wij, dus we krijgen straks eerst de evaluatie, daarna nog de officiële prijsuitreiking van de koeien. En daarna vergaderen we elke maand en avond voor de volgende Fokveedag al. En dan wordt van alles besproken, want het is niet alleen dit. Maar we hebben ook het veiligheidsplan en met de regio overleg met de gemeentes. Want ja, er komen tussen de 10 en de 13.000 mensen. En dat is een hoop mensen. Ook mensen bij elkaar. Ja, ja. Goed. Nou, ik hou u verder niet tegen, want u bent een druk mannetje van op zo'n dag als vandaag. Veel plezier daarbij en veel succes. Nou, dankjewel. En ik zou zeggen, zeker ook uit de Krimpende Waard vandaan. De mensen zijn van harte welkom. Voor het geld hoef je het niet te laten, een tientje in. En parkeren gratis en de kinderen tot 13 jaar ook. Dus wat dat betreft geen probleem en iedereen is welkom. Ook een Krimpende Waard. Dankjewel. Dankjewel. Een kip, een varken en een koe. Waf, waf, waf. Tok, tok.